Santokhai is tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee ingegaan op diverse vragen van parlementsleden. Het staatshoofd heeft opgemerkt dat de koersbeteugelingsmaatregelen niet geïsoleerd uitgevoerd kan worden. De koersbeteugelingsmaatregelen worden in samenhang met het totaalhervormingstraject uitgevoerd, welke is ingezet om onze economie weer gezond te maken, al dus president Santokhai in Eslands vergaderzaal. Het staatshoofd heeft aangegeven volledig te begrijpen dat het sociaal programma sneller uitgevoerd moet worden. De druk vanuit de samenleving is voelbaar. Hij zegt dat er gewerkt moet worden aan bepaalde bureaucratische aspecten. Er is een zeer dringend gesprek geweest met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het projectmanagementteam. De betaling van de SRD 1800. Koopkrachtversterking aan zwakke huishoudens moet veel sneller en efficiënter, heeft de president verduidelijkt. Hij heeft de opdracht gegeven om de mensen die al geïdentificeerd zijn alvast uit te betalen. De gelden zijn al geallockeerd. We moeten de mensen tegemoetkomen. President Santokhai heeft in het hoogste college van staat onderstreept dat het zeer belangrijk is om de lokale productie te stimuleren. Dit zal werkgelegenheid creëren en zullen we als land gelden kunnen genereren. Om de lokale productie te stimuleren is het investeringsbeleid ook geïntensiveerd. Het staatshoofd heeft tijdens de beantwoording in het parlement opgemerkt dat vertrouwen een cruciaal aspect is om de koers te kunnen beteugelen. Als er geen vertrouwen is in onze munteenheid zullen mensen steeds besluiten om hun gelden om te zetten in vreemde valuta. We zullen dit moeten ontmoedigen met tal van maatregelen die eerder al gepresenteerd zijn, al dus het staatshoofd. Bron, persbericht CDS.